Harmonie Semper Crescendo uit Reek bestaat 75 jaar. De aanzet voor het muziekgezelschap werd al in 1941 gelegd met de oprichting van een klein orkestje. Bedoeling was om dit orkestje te laten uitgroeien tot een fanfare. De muziekinstrumenten waren al aangeschaft, maar de pastoor gaf geen toestemming. In 1957 waren de tijden in die zin veranderd dat de pastoor niets meer gevraagd werd. En zo kon het dan toch eindelijk voor het eerst in fanfare door de straten trekken. Wel hield de pastoor de luiken bij de pastorie gesloten toen ze daar langskwamen. En nu in 2017 viert de fanfare, die in 1983 in harmonie geworden is, haar jubileum. Het jubileumjaar werd begonnen met het traditionele nieuwjaarsconcert in het Wapen van Reek. De muziek in de verschillende tijdperken stond daarbij centraal. Tijdens de pauze werden 5 mensen gehuldigd en toegesproken door burgemeester Marnix Bakermans en de voorzitter van de harmonie Ron Muller. In beeld zien we naast burgemeester Bakermans van links naar rechts Piet van Gaal en Tini Jans, beide 60 jaar lid, Anton van Duren en Tini van de Boogaard, 50 jaar lid en tenslotte Klaartje Wingens, 25 jaar lid.